Je kan er niet naast kijken. Van welke kant je ook Bredene nadert, het verlichte baken is al van op grote afstand te zien. De oude watertoren was eerst een probleem toen er brokstukken naar beneden vielen. En de buurtbewoners klaagden over de rammelende gevelbekleding. De watergroep, dat is de eigenaar van de watertoren, heeft dan die plaat weggenomen en een volledig nieuwe gevel gezet. Moet nu waar zijn, op vraag van het Schepencollege, want eigenlijk die watertoren doet geen dienst meer. De gemeente heeft gevraagd, omdat dat een beeldbepalend monument is, om dit te laten staan en te investeren. Dus de watergroep heeft daarvoor geïnvesteerd in de gevel en de gemeente in de ledverlichting. Dankzij een speciaal voor de watertoren ontworpen ledverlichting ziet de betonnen constructie er voortaan uit als een modern kunstwerk. En wie er niet tegenop ziet om 350 treden te beklimmen, geniet van een schitterend panorama. Bovenaan hebben we een ring, laten we zeggen, waar er 24 toestellen staan, ongeveer van een meter lengte, die volledig de ronde van de watertoren verlichten en die we van kleur kunnen laten veranderen. En daarvoor hebben we een aantal scenario's vastgelegd met vaste kleuren, onder andere wit, cyaan, rood en nog een aantal kleuren. Maar we kunnen ook elke kleurvariatie per minuut laten veranderen. De verlichting is meer dan een esthetische ingreep. De ledlampjes vervangen 8 stroomverslinderde projectoren en een tiental klassieke lampen. Dankzij die besparing is de 150.000 euro die het gemeentebestuur in de lichtinstallatie investeerde na 4 jaar terugverdiend. Volgende week zaterdagavond wordt de nieuwe verlichting feestelijk in gebruik genomen.